Hello, I'm here. Oh. Hi. 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 Hello. How you doing? I'm well. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you too. It's really nice to meet you. Do you have a name? Yes. Samantha. Ava. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. In het digitale tijdperk, de laatste 20 jaar ongeveer, zie je ineens best wel veel meer vrouwelijke robots. En dat is niet toevallig. Hè, de traditie van de vrouwelijke robot, en dat zie je eigenlijk dus al in de jaren 20 in Metropolis, is een traditie van robots die verleidelijk zijn, maar uiteindelijk onbetrouwbaar blijken. Dat is veel meer de relatie met technologie die wij hebben in het post-industriële tijdperk waar wij nu in leven. De mannelijke robot was de werker, maar die stond dus ook in de fabriek ook auto's te maken en dat soort dingen. En zo dachten we ook dat arbeid werkte. En daar heb je dus mannen voor nodig. En nu hebben we een informatietechnologie en een digitale economie waarbij technologie voor ons eigenlijk een verleiding, een verslaving is geworden. Maar één waarvan we ook denken, ergens denken te weten dat die niet goed voor ons is. En daar past het archetype van de vrouwelijke robot eigenlijk veel beter bij. Iets wat wij hebben gemaakt, waar we niet goed op kunnen vertrouwen. En dan zie je dat in die films, films zoals Her of Ex Machina. Die vrouwelijke robot is eigenlijk onbetrouwbaar. En zal ons uiteindelijk misschien het leven kosten zelfs. Een van de grootste crisis die wij nu hebben, één crisis die al die verschillende gigantische dingen bij elkaar brengt, is de crisis van verbeelding. En het is een crisis van verbeelding, die noem ik zo, omdat wij niet meer in staat zijn om een betere toekomst, een andere toekomst voor te stellen. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. Waar ik nu mee worstel, in het denken en schrijven hierover, komt voort uit de science fiction traditie. De science fiction traditie heeft altijd een toekomst voorgesteld waarin iedereen een toegang had tot waanzinnige technologie, waarin robots gewoon normaal waren. En wat die hadden gedaan was, die hadden ons verlost van arbeid, die hadden ons verlost van armoede, ze hadden ons verlost van racisme. De Star Trek wereld is er een waar je een kopje thee gewoon uit een apparaat tovert, want dat kan iedereen, dat schaarste bestaat niet meer. En iedereen is vrij om te doen wat hij of zij graag wil en op de manier die hij of zij graag wil. We noemen het wel eens fully automated luxury gay space communism. En dat is de mythe die in de jaren 50 en 60 onder een kapitalisme wat na de Tweede Wereldoorlog gigantisch veel ruimte had om op te bloeien en schijnbaar iedereen aan werk en kapitaal te helpen. En dat zou eindeloos door kunnen groeien. Nu zitten we in een later historisch tijdperk waarin we merken, de aarde heeft eindige capaciteiten. Dat kan niet eindeloos door. Het is niet to infinity and beyond. We moeten het doen met wat we hier hebben. Intussen leven we wel in een wereld waarin al die technologie die we in die film zagen, die kunnen we gewoon kopen. Maar het is niet meer, daar zit een heel belangrijk onderscheid in. Toen Captain Kirk of Jean-Luc Picard hun communicator pakte, toen zat daar geen logo op van Apple of Samsung of iets anders. Ze hoefden er ook niet voor te betalen. Het was gewoon een publieke dienst. Maar die toekomst die is helemaal niet uitgepakt zoals Star Trek had gedacht, of zoals zoveel science fiction had gedacht. Integendeel, het is een Black Mirror toekomst geworden. Het is er één waarin, daar is die tv-serie en het soort van fenomeen wat dat is geworden als een science fiction serie die mensen die niet veel science fiction houden ook leuk vinden. Die zien dat als heel realistisch, omdat het heeft niet zeg maar de soort van we gaan ver de toekomst in en we gaan heel erg uitvergroten wat mogelijke problemen zouden kunnen zijn. Maar we nemen een klein probleem van nu en we doen daar gewoon een schepje bovenop. En daardoor is het heel herkenbaar. Maar die herkenbaarheid zit niet alleen maar in in die uitvergroting van specifieke hedendaagse technologieën. Die zit vooral in het idee dat technologie alleen maar het ergste in ons wakker maakt, het ergste in ons uitbuit.
En die grote crisis van verbeelding, dat is er dus ook één waarbij wij niet meer in staat zijn om voorbij die barrière te zien. Dat we dus ook denken, wij zijn slaaf van onze telefoon en ik ben niet in staat om hem uit te zetten. Ik zit de hele dag te WhatsAppen en te Twitteren. Ik word alleen maar boos van wat ik lees. Ik ben onmachtig om daar iets tegen te doen. En morgen ben ik mijn baan ook nog kwijt aan een robot. Nou ja, dat zijn natuurlijk de manieren waarop we juist nu science fiction verhalen nodig hebben die op basis van de huidige situatie een ander soort betere toekomst. Dus niet een toekomst waarin we allemaal een soort robotslaaf hebben die ons huishouden voor ons runt. Want we weten nu dat dat alleen maar gebeurt om geld te verdienen voor grote bedrijven die ons Roomba's kunnen verkopen. We willen een systeem waarbij technologie wordt ingezet om meer gelijkheid te creëren in plaats van om de bestaande ongelijkheid alleen maar te vergroten.